De Filipijnse president Duterte zegt dat alle inwoners van zijn land zich moeten laten vaccineren. Wie geen coronavaccin wil, dreigt hij met grote consequenties. Mamili kayo. Magpabakuna kayo o ipakulong ko kayo sa silda. Sabi ko sa inyo, yung silda dyan sa mga pulis, walang linis yan. Tamad yung pulis maglinis. Nandoon ng lahat na ng bao nandoon. Doon kayo. Wie zich niet wil laten vaccineren, kan het land maar beter verlaten, zegt hij. De president staat bekend om zijn controversiële uitspraken en mensen maken zich zorgen. Palagay ko, parang hindi naman yata pwede siguro yun na aarestuhin. Kasi wala namang kasalanan yung mga tao, bakit aarestuhin? Parang unjust. Hindi makatarungan yung gano'n. Hindi para sa akin. Op dit moment is het land een van de zwaarst getroffen landen van Azië. En er zijn lang niet genoeg vaccins om iedereen te laten vaccineren. Begin deze week waren zo'n 2 miljoen mensen in de Filipijnen volledig ingeënt. Het land telt 110 miljoen inwoners.